Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag weer een nieuw maandoverzicht in mijn bullet journal. Voor de maand juli vond ik het heel toepasselijk om aan de slag te gaan met het thema vakantie. Zoals je kan zien heb ik voor de beginpagina gekozen voor dikgedrukte letters met een vrolijk oranje kleurtje. En daarnaast heb ik om de letters heen een aantal verschillende afbeeldingen gemaakt, die natuurlijk heel toepasselijk zijn voor het thema. Zo heb ik in de rechterbovenhoek een aantal ansichtkaarten getekend. Niet iedereen stuurt ze tegenwoordig meer, maar het is natuurlijk hartstikke leuk om ze thuis te ontvangen. Natuurlijk horen er ook foto's bij een vakantie, want er is niks leukers dan je eigen herinneringen thuis nog eens rustig terug te bekijken. Een kaart is natuurlijk ook heel handig. Tegenwoordig hebben de meeste mensen een navigatiesysteem. En tot slot, wat ook wel een heel handig item is voor als je op vakantie gaat, een koffer. Deze maand heb ik dit deel van het maandoverzicht anders gedaan. Zo heb ik het YouTube-overzicht waar ik nu mee bezig ben naast het overzicht van de maand gezet. En ook nu kom ik er pas weer achter dat ik geen ruimte heb overgelaten voor de statistieken. Waarschijnlijk plaats ik dit nog even ergens op de rechterpagina waar iets meer ruimte is. Maar goed, ik heb in ieder geval de rechterpagina afgemaakt met een mooie afbeelding met koffers erop en natuurlijk wat washi-tapejes. Verder niet al te veel erbij, want dan wordt de pagina wel heel erg druk. En om deze pagina een beetje aan te laten sluiten met de beginpagina, heb ik ervoor gekozen om ook weer hier de oranje stift te gebruiken. Ik ben inmiddels druk bezig met de linkerpagina, waar ik bezig ben met het kopje doelen voor deze maand. Zo heb ik een aantal wegwijzers getekend, want die kom ik natuurlijk heel veel tegen op vakantie. Nu ben ik bezig met het maandoverzicht. Zoals je kan zien is die een stuk kleiner dan de andere maanden. Ik heb namelijk gemerkt dat ik eigenlijk het overzicht maar heel weinig gebruik. Dus ik dacht, ik maak hem een stuk kleiner en dan zet ik, waar je mijn hand onderaan de pagina ziet, maak ik een ruimte voor belangrijke data die ik daar kan invullen. Mocht ik dit ook weer niet gebruiken, dan ga ik het kopje belangrijke data veranderen voor de YouTube-statistieken. Die kan ik er nu ook onder kwijt, maar mocht ik het niet gebruiken, haal ik gewoon het hele stuk helemaal weg. En tot slot nog even een leuk pootje erbij getekend, want ook dit is natuurlijk leuk voor het thema. Mocht je deze video leuk vinden, doe het dan een duimpje omhoog en tot snel!